Yeah, true. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. Ze moeten wat opschieten, dat denk ik. Yo, dat gast, het is een tijdje geleden geweest dat ik dit heb kunnen zeggen tegen jullie. Maar welkom bij een nieuwe video op Banjo Town. Vandaag speel ik The Walking Dead. Het nieuwe seizoen op tv is begonnen en ik heb het spel dus nog altijd niet gespeeld. Dit spel is bekroond tot beste spel van Play. Ik klik op Play. Tot beste spel, standaard, minimum, standaard. Ik hier. Episode 1, ja. Maar in ieder geval, dit spel is bekroond tot beste spel van 2012. 2013 is deel 2 van het spel uitgekomen. Die moet ik ook nog een keer spelen. Maar ik dacht bij mezelf, ik begin gewoon lekker met deel 1. This game series and the choices that you make. Oh, dat is vet. Cool. Ik heb nog niet heel veel van het spel gezien, maar de keuzes die je maakt zijn permanent. Vertel een verhaal. Presenteert. It's all bewerking met luchtweerkaatsing, Walking Dead, de lopende doden, ja. Rode letters, bloederig, dodelijk. De Sith van Rick, de city van Rick Grimes. Hoe heet die ook alweer? Oh, de stad! Oh! Ik ben vergeten hoe die stad heet. Oh. Oh, er is nog geen apocalypse gaande. Die man heeft het verneukt, dat zie je nu al. Ja, die man niet. Dat is gewoon een knorrige blanke man. Dat was me like. Ik zet mijn spiegel even goed om de neger op de achterbak te kunnen zien. Haha, you busted! Well, I reckon you didn't do it then. Ik kan kiezen wat ik zeg. Does it really matter? Does it really matter? Ik heb geen idee. Not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. We gaan naar de gevangenis! About now I get the... I didn't do it. Every time. Oh, je klikt op 4! Nee! But you don't talk too much, do you? Nee, ik wou wel het zeggen! Ik wou het zeggen! Oh, ik kan rondkijken. Kijk die bomen nou! Nou, 1 op de target. Ja. Oh. Case a little bit. You being a making boy and all. What do you think? Ik ga niet de hele tijd zeggen wat ik aanklik, heb ik nu al geen zin in. Big mess of trial like that. Even if he was innocent. Dat was heftig. Never be undone. Sorry, ben ik weer. Ik kwam in één keer een pop-up van Windows 8 tussendoor. Ik weet niet. Heb ik iets gemist? I got a nephew up at UGA. Hij heeft een neefje. Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? Dit is belangrijke informatie van het verhaal, of hij een vrouw heeft of niet. You want to know how I see it? Not really. Nee, ik heb geen zin. My car. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be. Die blik is herkenbaar, dat mensen doorlullen terwijl je geen zin hebt om te praten. Could be you just married the wrong woman. Oemse. Wat? Hij zegt niet fuck you, ik klikte op fuck you. Helikopter. Kijk de helikopter, ja de helikopter. Oh, auto's! De zombie-apocalypse is gaande en hun hebben het niet door. Leuke openingscène, dat wel. I'm driving this man once. He was the worst one. I'm driving this man. He was going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. Oh, dat klinkt als mij. He was wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Deze scène is wel een beetje lang. Then before long he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. It's a mooie redneck is it though. Government property and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. So did he do it? They caught the fucker red-handed. They caught the fucker red-handed!
Ik weet niet, maar ik vind die rednecks altijd zo geweldig, hè? He actually believed it himself. Helemaal een kale redneck. People up and go mad when they believe their life is over. Yeah, true. I got another good one for you. Ze moeten wat opschieten, want ik... Zo bewoog niet, toch? Look at him go, look at him go! Oké, het gaat nu gebeuren. Zombie apocalypse. Ready everyone! Hold on to your seatbelts! Oh jee. Ik voel mijn hart nu en ik zit echt, wow, wat gebeurt er? Oh shit! Thirsty. Ah! Fuck, my leg. Ja. En dat klein ongelukje. Net als mijn geboorte. Dit is hetzelfde als mijn geboorte. Daar. Klik, bam! Weg met die ramen. Bam! Wie zit daar nou een raam neer? Bam! Al dat raam weg. Bam! Wie denk je dat je bent met je raam? Haha! I need to drag myself out that window. I need to drag myself out that window. Doe. Au. Pijnlijke val. Ja, en die man en de politie is natuurlijk vermoord, dat is altijd zo. Zelfs zombies vallen de agent aan. Het rare is ook... Als ik zo kijk... Die agent die daar ligt, er is niks van hem opgevroten. Dus dat betekent dat de agent die daar ligt... Die is wel aangevallen door een zombie, maar de zombie heeft hem niet opgegeten. Officer. God damn. Oh jee. Ah, nasty! Oké, ja, die... Nam! Pak! Ja, dat was even een momentje dat je het had verwacht. Maar ja... Nou ja, dat is in ieder geval één los. Ik zou wegrennen, lul. En dan wordt hij wakker. Officer. Ja, dan wordt hij wakker. Zij is hij nog. What in the hell? Ga weg! What are you doing? Get away from me! The hell are you? Pak de shotgun! Ja! Nee! Just stop! Wat ben jij voor... Pak hem en... Mik hem op de... Don't make me do this! And that's how it's done. Man. Oh man. His skin's all rotten and he smells like shit. Staat er achter iemand? What the hell is... Ga weg! Is dat... Help! Go get someone! There's been a shooting! Geen zombie. Oh nee. Ik zit ook te denken, hè. Dus als... Je kon al naar Rocky kijken als je dat wou. Oh.
Morgen om 2 uur de nieuwe Walking Dead aflevering. Klik hier in beeld om terug te gaan naar de vorige aflevering. Of klik hier om door te gaan naar de volgende aflevering. Wil je op de hoogte blijven van alle Walking Dead afleveringen van Bardo? Abonneer dan hier beneden om op de hoogte te blijven met Banjo Town. Nogmaals, abonneer! Ja, leuk!